Mijn naam is Joyce Westerlaken. Ik ben 53 jaar oud. Ik woon in Den Bosch. Ik ben getrouwd met Ian, een Engelsman. We hebben samen twee zoons. De oudste Kevin, 29 jaar. En Justin, 21 jaar. Sinds vorig jaar een kleinzoon erbij, Brandon. Hij is nu 11 maanden oud. En dat pas ik ook op, elke week. Heerlijk mannetje. 3 honden, 2 border collies en een papillon. Met de border collies train ik ook. Dat is mijn hobby eigenlijk. Ik doe detectie, we gaan dan stoffen gaan we zoeken in ruimtes op verschillende locaties, bij Petplace of bij de brandweer. Dat soort locaties gaan we dan naartoe. Ik ben in 1996 bij de politie begonnen als surveillant en ik heb daar de opleiding gedaan. En op een gegeven moment in rond 2000, vergeet nooit meer, begon een beetje vreemd te voelen, paniekaanvallen en toch was er aan de hand. Ik ben bij de huisarts terechtgekomen en die schreef oxyspannen voor, want die zei van, nou ja, je bent overspannen. Nou ja, oké, prima, ik heb een diagnose, prima. Totdat ik hier een zwelling voelde in mijn hals en een bult. Dus ik ben teruggegaan, die is me doorgestuurd naar de internist. En de internist die zei van, nou, toch die heeft een punctie gedaan. Het was onrustige cellen, maar nou, we gaan toch maar even voor de zekerheid de helft van de schildklier verwijderen. Ik moest 10 dagen later moest ik terugkomen om de hechtingen eruit te halen. Dus eigenlijk gewoon routinematig. Ik ben samen met mijn moeder gegaan. We doen altijd veel samen. Dus die is gewoon even meegegaan. Voor de gezelligheid eigenlijk. En tot ik binnenkwam en hij zei van, nou ga maar even zitten mevrouw. Ik heb slecht nieuws. Het is schildklierkanker. En dan voel je echt wel even de grond wegzakken. Ja, je hoort het alleen maar het woordje kanker en je denkt van nou, dat was het dan. Hè? Dat is je ziet je leven voorbij schieten totdat uiteindelijk dat je hoort natuurlijk dat het een goede kanker is. In zoverre je het goed kunt noemen. Maar ja, goed, het was heel lastig. Je moet het ook thuis gaan vertellen. Uiteindelijk is 6 weken later de tweede helft van mijn schildklier verwijderd. En dat veroorzaakte dus een calciumprobleem. En dat heet hypoparathyroïdie. Hypoparathyroïdie is eigenlijk een verstoring in de calciumhuishouding. Je bijschildklieren maken parathormonen aan en die reguleren de calcium in je lichaam. Maar goed, de calcium is dus eigenlijk een soort voeding voor je spieren en je pezen. Maar goed, als je bedenkt, je hart is natuurlijk ook een spier en je ademhaling is ook een spier. Dus op het moment dat jouw calcium te laag is, dan ga je spierkrampen krijgen, tintelingen. Maar ik heb zelfs bijvoorbeeld ook ooit gehad dat je echt spasmen krijgt. Dus dat ik geld uit een portemonnee wilde halen en dat mijn vingers dus gewoon bleven staan. Ik kon mijn vingers niet meer bewegen. Dus dan is gewoon je calcium heel laag. Maar voor mij heeft het echt heel veel gevolgen gehad. Het is echt een jarenlange struggle geweest. Heel veel ups en downs. Ja, ik heb in die tijd echt, als je dan kijkt vanaf 2001 dat het begonnen is met de operaties. Eigenlijk altijd wel de insteek gehad van doorgaan. Ik had twee mogelijkheden, of in een hoekje gaan zitten of er maar voor gaan vechten. Dat heb ik ook gedaan, maar het was best wel een lijdensweg af en toe. Want ik ben wel iemand die alles toch wel probeert een beetje in mezelf te houden als ik pijn had of me niet lekker voelde. Ik wilde eigenlijk zo min mogelijk mijn omgeving ermee belasten. Ja, op mijn werk heeft het natuurlijk ook heel veel impact gehad, want ik had gewoon een toekomstdroom. Ik wilde bij de politie, ik wilde mensen gaan helpen, ik wilde op straat werken, meldingen rijden. En ik heb dat een aantal jaar dan gedaan tot 2001. En daarna ja, kon dat eigenlijk niet meer, want het had gewoon zoveel impact, psychisch en lichamelijk natuurlijk ook, dat ik niet meer de straat op kon. En ik ben toen dus naar binnen gegaan en ik ben daar aangiftes op gaan nemen, dat soort zaken. Maar toch blijft het nu natuurlijk kriebelen als je dan een auto met zwaailicht en sirenes langs ziet rijden. Want dat wil je ook, dat was mijn droom. Maar dat kon niet meer. En daar heb ik wel veel last van gehad. En tot nu toe nog steeds eigenlijk wel, want ik wil toch verder dingen doen. Alleen je wordt gewoon beperkt. En ik probeer nu wel zoveel mogelijk dingen erbij te doen, dat ik wat aandachtsvelden heb, zeg maar, binnen de politie.
Dus dat ik ook andere zaken doe. Maar toch dat op straat werken, ja, dat kriebelt wel. En nu helemaal omdat mijn jongste zoon nu in de politieopleiding zit en die dus in mijn voetsporen treedt. Ja, is het natuurlijk geweldig om met hem te sparren erover ook, want hij zit nu op de politieacademie in Apeldoorn. Hij is nu bijna een jaar bezig, gaat volgende week de straat op. En ja, dat is natuurlijk machtig mooi om dan te zien dat hij toch mijn droom eigenlijk ook een beetje kan verwezenlijken. Dus dat is wel heel mooi om te zien.